Goedemorgen en leuk om te kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag 13 juni en ik ga vandaag naar Amsterdam. Ik ga naar het Google hoofdkantoor en ik dacht, ik neem jullie gezellig een dagje mee, dus bedankt voor het kijken. En trouwens voor degenen die denken, moet je even naar school? Ja, dat klopt, maar ik heb van school heel super lief vrijgekregen. Dus... Team Monster Inc. Wij gaan wel winnen, hè? Ja, natuurlijk. Die van ons afkijken? Jawel. Wij zijn gevaarlijk, pas maar op. Oh. Jongens, dit is Erik. Hij is 15 jaar. En dit is onze fictiepersoon. En ja. Ja, meer heb ik niet over te vertellen. Go! Dit is Erik, hij is 15 jaar en hij is echt zo'n wannabe jongen die heel veel. Hij is cisgender. En hij is heel populair en hij houdt van voetbal. En wat zijn nou de dingen die constant in zijn hoofd omgaan? Bijvoorbeeld als hij wakker wordt en naar school gaat, dat vindt hij belangrijk. Hij vindt het belangrijk dat hij cool is. Hoe hij eruit ziet. Is uiterlijk, oké. Okay. Dus is er misschien een haakje van kleding of zo? Ja, zijn haar zitten haar. En zijn sieraden. Sieraden? Zijn bling. Ik denk dat deze jongen wel een lesje dressed to impress kan doen. Applaus voor het Sieraden. Yay! Oké, we hebben nu een soort van een kleine pauze. En ik ben net achter mij. En we hebben net foto's gemaakt bij het welbekende Cookie Monster logo. En we gaan verder met de workshop. En ja. Ik zit echt op de achter om foto's te maken. Maar kijk. Hey, is het goed? Ja hoor. En met jou? Nee. Niet leuk hier, hè? Nee, totaal. Heel stom hier. Van naar huis. Ik heb echt gewoon spijt dat ik hier ben. Ik ook. Ik ga ook niet op school. Ik ook. Ja. Het is leuk. Veel leuk. Ja. Ik wil een goed verhaal. Nou jongens, ons boek heeft gewoon gewonnen. We hebben hier een waarde rond van bol.com. Dit was ons plan eigenlijk. We moesten dus zeg maar een kanaal van een kanaal upgraden. Dus je kreeg een kanaal in je handen en je moest bekijken de inhoud ervan en hoe het een beetje in elkaar zat. En dan moest je upgraden, ideeën bedenken en dat hebben we gedaan. En ons boekje heeft dus gewonnen. Dus we hebben kijk hoe dicht bij deze hij is gaan hier bij het raam zit. Het is onderhand vrijdag en jullie hebben de vlog van maandag net gekeken. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb heel erg veel geleerd en het was vooral heel erg gezellig. En mijn stem is een beetje schor, ik heb geen make-up op en er is heel slecht licht en ik lig op mijn bed. Dus, yes. Maar even terzijde, ik had de vlog niet afgesloten en verder niks meer gevlogd daar. Maar uiteindelijk daarna ging ik naar huis en heb ik niks meer gedaan. Dus op zich was het niet meer heel boeiend voor jullie om naar te kijken. En daarom sluit ik deze vlog nu even af. Zoals jullie zagen was Sabrina er ook en zij heeft ook een vlog gemaakt. Nou zou ik het super leuk vinden als jullie haar vlog ook even bekijken. Maar haar vlog komt morgen online, dus als jullie het kijken woensdag, dus morgen. En dus het linkje staat er nu nog niet in, maar hij komt er morgen te staan als haar video online staat. Ja, Sabrina heeft een super leuk kanaal met heel veel video's. Ik zou zeggen, check haar kanaal even. Als jullie deze video nou leuk vonden, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!